als je al de hele tijd bij ons bent, dan zag je op een gegeven moment ook al straks dat er wat gedanst werd her en der in de straten van Breda voor Breda Jazz. Want bij menig band die lekkere boogie of swing speelt, dan weet je, het wordt druk vooraan. En dan niet met mensen die gewoon vooraan willen staan en dan de band op willen nemen. Nee, dat wordt druk vooraan en er wordt gedanst vooraan. Als je daar niks staat te doen, dan moet je echt een paar meter naar achteren. En dat dansen dat gedaan wordt, dat is het meest Lindy Hop. Maar ja, hoe leer je dat nou? Bijvoorbeeld via de Swing Shakers en die geven les daarin. En dat hebben ze vanmiddag ook gedaan hier zo op Breda Jazz. Dus Anouk en Elske, goedemiddag. Hi. Anouk, jullie dachten gewoon, de jeugd heeft de toekomst, dus we gaan jong beginnen. Wat heb je vandaag uitgesproken in de Avenue hier zo in Breda? We hebben twee lessen gegeven voor kinderen. Eentje Lindy Hop, dus dat ze echt samen aan het dansen waren al. En één Jazz Steps, en dat is een beetje los, echt alles losgooien. Ja. Met de kids? Hoe oud hebben jullie leeftijden gevraagd? Elske, heb je een idee hoe jong de jongste was van mij? Volgens mij was de jongste 2 en de oudste 11. Zoiets, ja. Dat is dus ook een heel diverse groep. Hebben jullie ooit eerder al wel eens zo'n, ik noem maar even bak met kikkers, voor dansles gehad? Ja. Ik geef het woord even aan Elske. Hoor. Ja. Vertel, hoe werkt dat? Bij de Swing Shakers hebben we een klein clubje en daar geef ik wekelijks danslessen aan. En dat is vanaf 2,5. Ze zijn nu in de leeftijd tot 5 jaar. Ja. En hoe dat werkt. Ja. Ze beginnen gewoon met bouncen. En dat kan iedereen. Dat kunnen ze allemaal. Ja, even voor de goede orde. Dat is gewoon... door je knieën en nog dieper door je knieën. Je knieën. Ik ga nu gewoon heel even stuk staan. Ja. Dan doen we dat even zo, jongens. Even zo, dat we gewoon even... Doe maar mee. Sta je niet zo alleen, hè? Zo de bouncen. Vast. Bouncen is de knieën moeten los. Ja, dames, ja. Dat is een stuk, hè? Door je knieën en nog verder door je knieën. Ja, dat kan een 2-jarige wel. Ja. Ja, precies. En dus dan hoeven we nog geen maat te houden verder. Nee, dat komt spelende wijs. We gaan weer zitten ook. Ja. Dan gaan we gewoon weer terug zitten. Maar dat is bounce, dames en heren. Het begint met de bounce. Als je die al hebt. Alles begint met de bounce. Dat is het belangrijkste. Ja. Niet statisch staan ook. Ja. Maar ik altijd maar denk, als ik een beetje kijk zo om me heen naar vrienden met kinderen van 2,5. Nou, dan ben ik blij dat het huis niet gesloopt is als die op visite zijn geweest. Dus hoe hou je dat in gereel, Elske, met dansles? Ben je heel streng of zo? Nee, gewoon bezighouden. Dat heb ik van Anouk geleerd. Ja. Ik moet gewoon, ik ga met de banaan. En input blijven geven. En dan gaan ze zo met je mee. Hoe lang duurt dat dan? Want voor volwassenen kun je wel een uurtje gas erop en dan iedereen uitwringen. We hebben nu 2 keer een half uur gedaan. Dus dan zijn ze ook wel een beetje op. Ja. Tenminste, de kleintjes. De grote kunnen nog wel wat langer door, maar En dan denk je ook van, je weet dat nu nog niet zeker natuurlijk, maar misschien over 15 jaar of 20 jaar, dat je denkt, hé joh. Dan wil ik zo graag terug te zien. Het zaadje is geplant op Breda Jazz. Ja. Was het een beetje druk ook? Was het wat je verwachtte qua opkomst? Het was super druk. Het was super druk. Heel de avenue stond vol met dansende kinderen. Echt. Moest je van tevoren inschrijven of was het gewoon... Het was gewoon binnenlopen. En in het begin was het al best wel druk toen wij aankwamen. En het bleef maar komen en het bleef maar komen. En iedereen deed mee. En we hadden ook met de jazz-steps hadden we met hoedjes gedanst. Want bij jazz hebben we natuurlijk een hele hoop mensen een hoedje op. Dus hebben we ze trucjes laten doen en op hun vinger en naar de andere vinger. Dus... Oh ja, ik snap wel dat een grote hit was natuurlijk. Nou, dit was dus specifiek voor kinderen, hè? Maar jullie kunnen natuurlijk ook volwassenen. En dan bedoel ik echt van, 17 tot 93 als je wil, kun je gaan dansen ook. Je ziet er heel veel in Breda zelf. Is er voor jullie deze dagen ook nog wel een beetje tijd om lekker te lindy hoppen en te boogien en zo? Ja, sowieso. Ja, het hele weekend hoor. Ja. We hebben ook al flink wat gedanst. Toen we terugliepen om onze spulletjes weg te brengen, konden we het niet laten om af en toe her en der een dansje te doen. Hoe kijk je dan naar het programmaboekje? Dat je al denkt, die band moeten we doen, want die heeft het goede type muziek. En die moeten we zeker doen. Want we hebben een heleboel appgroepen. En daar wordt gewoon verzameld wat leuk is om te dansen. En dan kun je al kijken. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, ik loop gewoon en dan hoor ik, denk ja! En dan verandert het pad. Het is wel iets waarvan ik een idee heb dat het heel erg snel is opgekomen ook in Nederland. Dat Lindy hoppen ook. Denk je dat we nu op het hoogtepunt zitten? Of zeg je van, zeker kan niet. Nog meer bij? Nee, Anouk? Zeker niet. Onze dansschool groeit ook nog steeds. Dus, We zijn binnen een jaar van 1 dag in de week naar 3 dagen in de week gegaan.
Dus ik denk dat het nog wel goed. En blijven ze dan ook een beetje komen? Kan ook zijn, ze doen één lesje al en dan je al denkt, ja, oh, die zien we niet meer. Of één seizoen en dan geloven ze het ook wel. Ja. Een beetje fanatiek wel? Vaak zeg maar degene die wat meer verlegen zijn, even om het stom te zeggen hoor, maar die vallen vaak toch vaak af, toch? Vind je niet? Of ze komen helemaal tot bloei. Ja, of ze komen helemaal tot bloei. Want heel goed. Heel sociaal dansen, hè? Als je altijd maar denkt vanuit foxtrot of ballroom dansen, dan is het vaak met dezelfde partner. Je gaat met je partner op dansles en je raakt de hele danslesroutine niemand anders meer aan. Ja. Lindy Hop helemaal niet. Want... Dan zeg je al iets, routine, dat doen wij bijna nooit. Nee, ik moet alles loslaten. Ja. Ja. Overgeven. Je leert wel dansen en je leert wel een figuur, maar het is nooit zo dat je dat figuur per se op dat moment moet doen en dan dat figuur. Nee, het is alles door elkaar. Ja. Wat je alles hoort is geïmproviseerd. Ja. En iedereen kan elkaar vragen en er kan ook heren, mijn heren, dames, mijn dames. Ja. Maakt allemaal niet uit. Ik kan zelfs nog tijdens een dansje kan je gewoon iemand stelen en dan heb je een nieuw danskoppel. Ja. Ja, nou, kan. Probeer het gewoon eens een keertje. Als jullie nog de stad in gaan zometeen en nog lekker dansen gewoon, dat maakt niet uit hier zo op die kinderkopjes en zo, dat danst ook gewoon. Nee, in principe wel. De goede schoenen aandoen. Dan wens ik jullie nog een heel mooi dansbaar jazzweekend. Het wordt warm, dus flesjes water mee. Maar daar herken je ook de Lindy Hoppers aan, dames en heren. Die hebben vaak heel veel water en extra t-shirts en handdoeken meegenomen. Want ze zweten heel erg veel. Maar dat is gewoon dat ze heel erg veel plezier hebben. Dankjewel Anouk en Elske. En hoe dat eruit zag als je dan echt denkt, nou, echt van die kleintjes, een beetje bouncen. Kan dat dan? Jawel hoor, in de Avenue vanmiddag. Een stukje Lindy Hop of Jazz Steps voor beginners. Dit zijn dus de Swing Shakers, onderdeel van het programma voor Breda Jazz 2019. En als je denkt, hier wil ik met mijn kind wel naartoe of dat zelf een beetje gaan leren, want het is echt hartstikke leuk. Check dan zeker ook eventjes hun website, want in Tilburg kun je dus bij ze gaan lessen. En wie weet word jij wel een echte pro als je dat wil. Dus überhaupt gewoon, begin de dag met een dansje en daar word je echt vrolijker van. Breda Nu.